Beste leidenaar, vandaag vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de Duitsers. Dat is een belangrijke dag, ieder jaar weer. En ieder jaar maken wij er ook wel een feest van. Op de Doezastraat en de Herenstraat hebben we grote braderie. En we hadden voor dit jaar nog zoveel andere dingen voorbereid. Maar het kan niet doorgaan, want door de coronacrisis kunnen wij op dit moment geen bijeenkomsten organiseren. Maar het blijft een hartstikke belangrijk moment, 75 jaar geleden, dat we bevrijd zijn. Er zijn nog maar weinig mensen die het werkelijk hebben meegemaakt wat er in de oorlog gebeurde. Zeker het laatste jaar, tijdens de hongerwinter, hebben heel veel mensen daaronder geleden. Maar eigenlijk de hele oorlog merkten we wat het was om je vrijheid te verliezen. Alle Joden die slachtoffer geworden zijn van de terreur van de Duitsers. Maar ook heel veel andere mensen die eigenlijk hun vrijheid kwijt waren. Die opgepakt werden om in Duitsland te komen werken. En er zijn nog zoveel meer van dit soort verhalen bewaard gebleven. Wij weten het eigenlijk niet meer, omdat wij van na de oorlog zijn. Maar om deze verhalen niet te vergeten, moeten we ze doorvertellen. En daar zijn momenten als deze eigenlijk ook wel een beetje voor. Maar nu moeten wij vooral met elkaar koesteren dat we die vrijheid hebben. Die hebben we voor de komende jaren, moeten we die iedere keer door blijven geven. De verhalen om die vrijheid met elkaar te vieren. Ook al moet het thuis gebeuren, ik wens u een hele mooie bevrijdingsdag toe.